Hallo lieve Splendor-leden, ik ben Felix Slammen, lid van Splendor sinds eind 2019. Ik ben drummer en actief in best wel verschillende ensembles en bandjes en projecten. Dat gaat van big band tot een bandje dat heet Brut, een kwartet waar we heel veel festivals mee spelen, tenminste als het kan. Maar dat zijn ook percussieve projecten. Met elektronica werk ik veel. Dat heb ik de afgelopen tijd in Splendor ook een paar keer gedaan. Meestal bij livestreamconcerten. En een project wat ik jullie wil voorstellen is het project Dialogues. Met percussionist Moda Salama, die in Amsterdam woont, maar ook oorspronkelijk uit Syrië komt. Ik zit hier in mijn studio, en dat zit in de Q-Factory in Amsterdam-Oost. En achter mij zijn allemaal instrumenten en hier oefen ik nog steeds heel vaak per week. En hier werk ik en bereid ik projecten voor enzovoort. Ik woon hier gelukkig ook in de buurt, dus dat is voor mij heel fijn om hier tussendoor heel snel naartoe te kunnen gaan. Hier in dit studio deel ik onder andere ook met Moda. En dus Moda en ik werken hier ook wel veel samen. We hebben het afgelopen jaar tijdens de lockdown in Splendor al een livestreamconcert gedaan met Dialogues. Ook een keertje in december 2020 nog een project met een dansgroep, met Manco. Dus misschien dat een paar van jullie dit al kennen of ons een keertje hebben gezien. Maar wat ik jullie wil laten zien nu is een concert dat we in het begin van dit jaar hebben opgenomen in het Rode Bioscoop in Amsterdam, op het Haarlemmerplein. En dat was in serie van het Amartya Fonds, de Amartya Studio Concerts heette dat. En daar mochten wij een kort setje opnemen met een paar stukken van ons en improvisaties. En daar laat ik jullie nu een stukje van zien. Het is of werd volgens mij ook zelfs uitgezonden op AT5. Dus misschien dat jullie het al hebben gezien of nog gaan zien daar. Maar dit is dan een soort van een sneak preview, zoals het heet, van ons set in het Rode Bioscoop. Mijn project Dialogues met percussionist Moda Salama. Vast ook in de toekomst nog een keertje weer in Splendor. Bijzonder leuk als jullie dan daar ook zijn en het allemaal niet meer online hoeft. Maar voor nu veel plezier met Dialogues vanuit de Rode Bioscoop. Veel plezier.